Het bezoekerskamp van Joden Savannah is vernoemd naar wijlend kapitein van Redidotti, Leslie Artist. Dit gebeurde gisteren op Joden Savannah. Harold Seilbing, adviseur van Stichting Joden Savannah, zegt dat de plek onder andere door de vooruitzichten van Leslie Artist nu op de werelderfgoedlijst is. De Stichting Joden Savannah heeft zowel de familie van de overleden kapitein als het dorpsbestuur van Redidotti benaderd om een goedkeuring voor de vernoeming te verkrijgen. Met deze geste wil de Stichting Joden Savannah blijk geven van haar waardering voor de betrokkenheid en samenwerking van Wijlen Leslie Artis met de organisatie. Selbing benadrukte dat Artis de stichting altijd heeft bijgestaan. Hij heeft ook zijn dorpsgenoten gepowerd. Hij heeft altijd gezegd, al gebeurt het niet vandaag, dit Joden Savannah kan voor Redidotti belangrijk zijn in de toekomst. En die ouderen die hier zijn weten het. Oom Jules is een van die ouderen. Oom Eddie weten het. Leslie heeft zich 100% ingezet om dit, om Joden Savannah op de werelderfgoedlijst te kunnen krijgen. De kapitein van Redidotti, Ricky Suedo, zei dat hij veel van Leslie Artis heeft geleerd tijdens diens leven. Hij beschreef de wijlenkapitein als een openhartig persoon met wie hij altijd een waardevolle interactie heeft gehad. Ik ben met hem in voetbal. Ik ben met hem in Redidotti. En altijd aan mijn bestraal wang, mijn lobby uit. En met ik bepaalde zijn voor amang met ik leren ook toe. Dus, mi breedte, als hij nou een beetje ergi met toe en die gemeenschap, dat een stichting actie toestemming voor eer een beetje man die zich aan de officie, met dat kan aan bestuur, zonder om te aarzelen aan bestuur, dat nee, we gaan ervoor. De hernoeming van het bezoekerskamp van Joden Savannah vond plaats na de recente renovatie van het kamp. Deze renovatie werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Total Energies. De vertegenwoordiger benadrukte dat Joden Savannah niet alleen van belang is voor Redidotti, maar voor de totale Surinaamse gemeenschap.